gehoorzaamst. Compagnie biedt zijn man aangetreden. Rest erzoffen. Wiederholen. Rest bezoffen. Zehn Kosak und zehn Gewehr und Patronentasch so schwer. Doch der Krieg ist allen wurscht. Zehn Kosak haben so viel Durst. Wer weiß, was morgen ist. Weit ist Weg nach Kaukasus. Wereldpremière te Antwerpen. Het verhaal van drie mannen. Een Duitser, een Amerikaan en een Antwerpenaar. Intiem en brutaal tegen de achtergrond van het Von Rundstedt-offensief in de Ardennen. Zoals het gezien werd door ons aller enfant terrible, Hugo Claus. Persconferentie, receptie, praatjes bij plaatjes, groetjes, grim en glimlachjes. Dat hoort er allemaal bij. Zoals de diepzinnige verklaring. Als filmer in dit land is men uitsluitend afhankelijk van hele curieuze omstandigheden. Er is geen privé-industrie. Niemand komt naar me toe en zegt, we hebben deze film gezien, dat is niet onaardig, wilt u een tweede maken? Niet waar? Niemand zal dit doen, omdat die privé-industrie bestaat niet. Dus de industrie bestaat uitsluitend in functie van wat de Belgische en de Nederlandse staat zou kunnen geven. Maar er staan 80 mensen op een rij om ook een film te maken voor een jaarlijks budget wat met moeite de kosten van één film dekt.